Het zijn plaatjes in mijn hoofd die ik wil delen, zegt Nel de Mol over haar schilderijen en foto's. Vanaf maandag exposeert ze een deel van haar werk in de hal van het stadskantoor. De Mol woont in Dordrecht, maar haar inspiratie komt uit Zeeland. Daar is de natuur nog zoals die is. Daar laten ze de natuur met rust. Veel mensen denken dat het er heel druk is, maar ik kan altijd plekjes vinden waar ik alleen ben. En ik vind het heerlijk om daar langs de vloedlijn te lopen en daar kan ik mijn hoofd leeg laten waaien. Maar ik doe er ook weer nieuwe inspiratie op en het is ook rustgevend. Het is gewoon super daar. Nel de Mol beperkt zich niet tot schilderen, fotograferen en jutterskunst alleen, maar geeft ook workshops en mandala tekenles. Het woord mandala, dat betekent cirkel of centrum. En omdat er geen begin en geen eind aan zit, staat het eigenlijk voor, nou, ze zijn ook wel magisch, maar voor kracht. En alles wat je dan binnen zo'n cirkel tekent, dat is dan een mandala tekening. En het wordt op vele manieren gebruikt. Voor volwassenen is het een legitieme manier om lekker te kleuren. Het wordt gebruikt therapeutisch voor mensen die zichzelf willen uiten. Je kan je van je afschrijven, maar ook van je aftekenen. En ook meditatief, dus om rust te vinden. En dat is van mandala tekenen is heel veelzijdig. Het is vooral leuk om te doen. Sommige mensen vinden het zweverig, maar het is vooral heerlijk om te doen. Haar werk is ook te zien en te koop bij twee ateliers in Renesse en haar eigen atelier Zee in Zicht. Ik vind het heel leuk dat ik hier in het stadskantoor mag hangen. En er komen ontzettend veel mensen. Wat ik terugkrijg vaak bij exposities is dat mensen er vrolijk en blij van worden. Dat ze herinneringen hebben van vakanties, van goede tijden aan zee. En dat is wat ik hier verwacht, is wat meer bekendheid voor mezelf. Nel de Mol exposeert in het stadskantoor tot 1 mei.